dan zijn we bij Tour 5. En Tour 5 is weer goed kijken wat je moet gaan doen. Je ziet dat je hier je wafeltje hebt. Dus dit is je relieftstokje voor. Maar we gaan nu aan de terugtour beginnen. Waarin we twee relieftstokjes achter en een ongewoon stokje maken. Dus als je goed naar je werkje kijkt, zie je ongewoon stokje moet ik hier maken. Want deze twee maak ik een relieftstokje achter van. Waardoor het een wafeltje gaat worden. Dan is dit ook een ongewoon stokje. En deze twee worden dan reliefstokjes achter. Voor 5 van de wafelsteek begin je met 2 reliefstokjes achter. 1 en 2. En dan ga je aan een ongewoon stokje weer verder. En ga je herhalen de terugtoer van de wafelsteek. 2 reliefstokjes achter. 1 en 2. En een ongewoon stokje. 2 reliefsteekjes achter, stokjes. Ik zeg steeds reliefsteekjes, maar het zijn reliefstokjes. 2 reliefstokjes achter en een ongewoon stokje. En dit herhaal je tot je bij de losse ruimte van de vorige toer bent. 2 reliefstokjes achter en een ongewoon stokje. 2 reliefstokjes achter. 1 en 2. En een ongewoon stokje. 2 reliefstokjes achter. 1 en 2. En een ongewoon stokje. Dus van achter naar voor insteken. 2 reliefstokjes achter. 1 en 2. En van achter naar voor insteken maken we een ongewoon stokje. 1 en 2. Van voor naar achter, van achter naar voren insteken een ongewoon stokje. Reliefstokje achter. Nog een reliefstokje achter. En een ongewoon stokje. Twee reliëfstokjes achter. 1 en 2. Ongewoon stokje. Dan zijn we alweer bijna bij de markeerpunt van de goede zijde van je werk. De markeerde met de goede verdeling. Om het zo maar te zeggen. Ongewoon stokje. Twee reliëfstokjes achter. 1 en 2. Ongewoon stokje van achter naar voor insteken. Relief stokje achter. 1 en 2. Ongewoon stokje. 2 relief stokjes achter. 1 en 2. En een ongewoon stokje. En dan ga je zien dat je dit gaat herhalen. Je hebt bij toer 2 heb je 1 stokje vermeerderd. Bij toer 3 heb je er 2 stokjes die je mee moet nemen. En hier zie je dat je nu weer een wafeltje compleet hebt. En dan gaat toer 6 weer beginnen met 1 stokje in het midden. Dan 2 stokjes en dan 3 stokjes. Dus eigenlijk kan je herhalen toer 2 tot en met 5. Waarin je steeds die ene, 2 of 3 extra stokjes hebt als vermeerdering. Want je ziet dat je nu gaat uitkomen met weer een heel wafeltje. Namelijk, omslag. 2 keer een reliëfstokje achter. 1 en 2. Oh. En 2. En een ongewoon stokje. En je gaat weer opnieuw beginnen met dat ene stokje wat je nu extra maakt. En straks moet meenemen in het patroon. Heb je dat ene steekje extra. Plus 2 losse. Dus je hebt nu een stokje gemaakt in de losse ruimte. 2 losse en nog een stokje. We gaan de markeerde weer in de 2 losse ruimte doen. En bij de prinses steekmarkeerder of bij jouw steekmarkeerder die je aan de goede kant hebt gemaakt. Zorg je dat je wat je voor het wat je voor deze stokje hebt gemaakt, maak je ook daarna. Dus, goed kijken. Dit is het extra stokje wat je hebt gemaakt. En ik heb hier begonnen met een ongewoon stokje, 2 reliëfstokjes, ongewoon stokje.
Klopt dat als ik naar hier kijk? Hier zie ik dat ik een ongewoon stokje moet maken. Deze twee worden reliëfstokjes. Achter, hier een ongewoon stokje. Twee reliëfstokjes achter. Dus inderdaad, wat ik hier gedaan heb, is dat hele wafeltje maken. Doe ik hier ook weer. Dus ik begin met een ongewoon stokje. En twee reliëfstokjes. 1 en 2. Ongewoon stokje. En dan kan je altijd even checken, klopt het dat het nu gelijk is? We hebben hier aan, ik maak hem even wat groter. We hebben hier een gewoon stokje. Dan zie je hier het ongewone stokje aan beide zijden. Je ziet hier de twee reliëfstokjes en hier weer het ongewone stokje. Dus wat je hier gemaakt hebt, heb je ook weer hier gemaakt. En daarom wordt die voorkant zo mooi dat het precies gelijk loopt aan beide zijden. En daar vandaan dus de twee verschillende steekmarkeerders. Dat je weet dat de voorzijde altijd gelijk is aan elkaar. En dan ga je weer gewoon verder met het patroon van de terugtoer. Twee reliëfstokjes achter. 1 en 2. En een ongewoon stokje. Van achter naar voren ingestoken. 2 reliëfstokjes achter, 1 en 2 en een ongewoon stokje van achter naar voren. En dit herhaal je weer tot je bij de losse ruimte van de achterkant bent gekomen, van de slechte kant. Ongewoon stokje, reliëfstokje achter, 1 en 2. En een ongewoon stokje. Twee reliëfstokjes achter. 1 en 2. En een ongewoon stokje. Twee reliëfstokjes achter. Eén. En 2. En een ongewoon stokje. Twee reliëfstokjes achter. 1 en 2. En een ongewoon stokje. Twee reliëfstokjes achter. 1 en 2. En een ongewoon stokje. Twee reliëfstokjes achter. 1 en een ongewoon stokje. Twee reliëfstokjes achter. 1 en een ongewoon stokje. Twee reliëfstokjes achter. 1. En 2. En een ongewoon stokje. Reliëfstokje achter. Reliëfstokje achter. Even overnieuw. En een ongewoon stokje. Reliëfstokje achter. Reliëfstokje achter. Ongewoon stokje. Reliëfstokje achter. Reliëfstokje achter. Ongewoon stokje. En hier zitten we weer aan de slechte kant van het werk. Dus je maakt je toer af door een stokje, twee lossen en een stokje. Dan is deze toer nu ten einde. Je zorgt dat je hem markeert op de eerste stokje, zodat je weet, dit is het begin van de nieuwe toer die ik ga maken. En nu kan je blijven herhalen. Even mijn bloemetje er alvast maken. Nu ga je de toeren gewoon blijven herhalen en blijven opletten, steeds vooruitkijken. Ik ga hem even aan de zijkant zetten. Je kijkt naar je werkje. Dit is het steekje wat naar voren komt. Dus dan maak je. Nu ga je weer naar de heentoer.
Dus dit wordt een reliëfstokje voor, twee gewone stokjes, reliëfstokje voor, twee gewone stokjes. Dan moet ik hier beginnen met een reliëfstokje voor. Dus altijd naar je werk kijken wat je moet doen en zorgen dat je de steken die je extra maakt in die vermeerdering meeneemt in het patroon. Dus dat wil ik je als tip meegeven. Blijf goed opletten met de wafelsteek. Zorg dat je de wafelsteek begrijpt. Dat je een heen- en een teruggaande toer hebt. En dat je naar je werkje moet kijken. Oh, nu moet ik deze verlengen. Want ik moet zorgen dat ik een wafeltje ga maken. Dus deze moet verlengd worden. Dus ik zit nu bij de heentoer met een reliëfstokje voor. En twee stokjes. Heel veel succes gewenst. Kom je er niet uit? Kan je altijd hulp aan me vragen. Maak even een fotootje van waar je bent en wat je dan moet doen. Geen probleem. Ik wens je heel veel plezier met dit kooppatroon. En als je het af hebt, je werkje, zie ik het heel graag terug op mijn Facebookgroep Haakwerkje. En er zit copyright op mijn patroon. Dus het is niet de bedoeling dat mijn patroon zomaar gedeeld mag worden. Wat wel mag is dat je mijn kooppatroon deelt. Dat je zegt van daar kan je het kopen. Dus dat je de link geeft van mijn website. www.haakwerkje.nl/shop. Die mag je altijd geven. Maar ik zou het fijn vinden als je mijn copyright respecteert. En niet zomaar het patroon deelt met anderen. Want er is veel werk geweest om dit voor elkaar te krijgen. Om zo'n mooi patroon te maken. Ik heb echt daar flink over moeten nadenken. Omdat allemaal dat het keurig netjes aan, vooral de voorkant, dat het keurig netjes allemaal verloopt. Heb ik flink mijn best op moeten doen. Ook de andere steken die je geleerd hebt. Het ongewone stokje. Dat zijn allemaal dingen die allemaal bedacht zijn. En ik zou het fijn vinden als dat ook weer terugkomt. Dat het copyright gerespecteerd wordt. Bedankt voor het kijken. Heel veel succes met haken. En graag tot het volgende keer bij een filmpje of bij mijn patroon. Dag!